zei, weet je Peter, dat hele Earth Matters, hè, dat hadden ze gewoon beter Money Matters kunnen noemen. Echt, geld is het enige waar ze aan zitten te denken. Ja, die promoot ook Martijn van Staver, hè? Ja, ik heb die fans even doorgerekend. En ik kom erop uit dat hij ongeveer 1,5 ton per jaar verdient. Ja, jezus man. Als je dat 4 jaar doet, dan heb je gewoon 6 ton bij elkaar. Ja, en dan ook nog om donaties vragen, hè, terwijl ze stinkend rijk zijn. Jongen, ik zeg je, dat is een bewuste strategie. Ik krijg helemaal niks. En dat komt omdat iedereen op hun is geabonneerd. Gasten! Ik constateer hier op zijn minst een gebrekkige bronvermelding. En ik denk ook dat er een aantal dingen niet duidelijk zijn. Dus laat me jullie even meenemen. Wat is ondernemen? Als je gaat ondernemen, zijn er niet alleen opbrengsten, maar ook kosten. En als stichting Earth Matters zijn wij een ANBI, dus een algemeen nutbeoogende instelling. En dat houdt in dat de cijfers openbaar moeten zijn. En dus onze cijfers, wat wij doen aan omzet en dergelijke, die staan gewoon op internet. En dat geldt ook voor BV's, hè, dus mijn holdingstructuur met 2 werkmaatschappij BV's erin. Die moeten ook gedeponeerd worden, dus die vind je ook. In alle bedrijven is ongeveer 120.000 euro omgezet vorig jaar. En daarvan heb ik zelf ongeveer 5.000 euro kunnen toucheren. En de rest zijn allemaal kosten. Dus dat betekent dat het echt te weinig is. Dus ik word inderdaad aangevuld door de sociale dienst. En Martijn die vraagt helemaal geen donaties. Sterker nog, die geeft heel veel weg. En dus van alles wat hij verdient, geeft hij standaard sowieso de helft weg. In het begin, toen ik met hem ging samenwerken, toen zei ik ook tegen hem van nou, hè, we gaan nou die programma's doen. En ja, weet je, ik ga ook donaties vragen en mensen zullen ook om jou willen geven. Dus ik wil ook dat jij een deel van die donaties krijgt. Nou, dan is hij even 3-4 seconden stil en dan zegt hij van nou, weet je Arjan, hij zegt ik krijg genoeg. En jullie zijn ook al hard en lang aan het bikkelen, dus dat is allemaal lekker voor jullie. En de live crowd powers die worden ook allemaal gratis aangeboden. Ja, die bos die kan leuk lullen, maar ze zijn echt van die AIVD, jongen, dat kan niet anders. Ze hebben ook allemaal 5000 Facebook vrienden en dat is niet toevallig hoor. Krijgen ze zo van de AIVD, joh. Hey dude, Facebook heeft een beleid dat personen niet meer dan 5000 vrienden mogen hebben. Hè? Organisaties en bedrijven die mogen dat wel. Dus met Earth Matters hebben we bijvoorbeeld 34.000 likes. Maar persoonlijk heb ik er maar 2700. Dus zo populair ben ik ook weer niet. Ja, maar dat brengt wel de vraag omhoog van wat is journalistiek? Ja, maar je brengt er zo in van, oh, dat is allemaal van de AIVD. Journalistiek is het door de journalist beroepsmatig verzamelen, verzenden, verspreiden en becommentariëren van actuele en juiste gegevens van algemeen belang die geschikt worden gemaakt voor publicatie in diverse media zoals kranten, tijdschriften, televisie en radio. Ja, en wat daarbij natuurlijk heel belangrijk is, is dat als je om je heen kijkt en je trekt conclusies, dat je dat ook even verifieert voordat je dat publiceert. Ja, en Bos die zijn baan heeft opgezegd, nou, ik geloof er helemaal niks van. Een slinkse zakenman is het. Nou, een slinkse zakenman zou ik mezelf niet noemen, maar ik heb zeker zakelijke kwaliteiten. Ik heb hier voor Earth Matters heb ik 11 jaar bij Werkpro gewerkt als manager. En de directeur die vond het helemaal niet leuk dat ik wegging. Onder andere om die kwaliteit. Maar hij heeft mij geen strobreed in de weg gelegd, omdat hij wel mij gunde dat ik mijn hart volgde. Maar je kunt het vinden op werkpro.nl. Daar ben ik 11 jaar werkzaam geweest. Die lui kun je gewoon bellen. Ze kennen me nog. Weet je, Van Staveren die gooit met getallen over dimensies en sterrenstelsels en wezens alsof het niets is. En die Arjan Bos die neemt het allemaal kritiekloos over. Nou, dat lijkt misschien zo als je de eerste uitzending hebt gemist. Ik heb daarin gezegd dat ik de achtergrond van Martijn wel wat heb gecheckt. Onder andere zijn 2 bedrijven waar miljoenen in omgezet zouden zijn. En dus die namen heb ik opgevraagd en gecheckt bij de KVK. Maar ik heb ook gezegd dat er een hoop verhalen van hem ervaringsverhalen zijn. En dat die niet overdraagbaar zijn, dat die niet te checken zijn. En dus dat de uitnodiging voor de hele serie is. Dus om te luisteren met je gevoel. En om te kijken met je hart. Ja, maar het rare is dat Van Staveren veel dingen noemt die ook al jaren op mijn website staan. Nou, jammer hè, heb jij weer. Nou, wakey wakey Martin, als je een Google search doet op Matrix, dan vind je 400 miljoen resultaten. Want er zijn heel veel mensen mee bezig. En Martin Vrijland is echt niet de eerste en de enige die dat doet.
Nou ja, maar wat ik me nog het meest afvraag is of Martijn zelf niet onder mind control staat. Onder invloed van agontische entiteiten. Nou ja, dat is wel een hele goede vraag, Martin. En ja, daar kan ik bevestigend op beantwoorden dat hij staat onder mind control. Dat zegt hij zelf ook, net als wij allemaal in deze matrix. Ik heb hem ooit in een crowdpower, dat was crowdpower 19, gevraagd naar Nelson Mandela. En nou, dat was een heel verhaal, dat kun je opzoeken, staat op 58 minuten zoiets in crowdpower 19. En wat de essentie is dat de indicator hoe je kunt weten of iemand bewust is overgenomen door mind control, want er zijn heel veel lagen in mind control, is de mate van kwetsbaarheid die iemand toont. Want de mind control, dat is allemaal controle. En als je daar vrij van bent, dan is de openheid en kwetsbaarheid, dat is de werkelijke kracht. En dus dat is een goede indicator om te kijken of iemand bewust is overgenomen door mind control of niet. Ja, hij is gestopt met zijn lezingen, met zijn educaties, met de crowdpowers, heeft zijn Facebook afgesloten. Ook de website is helemaal down geweest. En daarnaast heb ik allerlei persoonlijke indicaties hoe kwetsbaar die is. Maar ja, die zijn weer niet overdraagbaar, Martin, dus sorry. Weet je, en al zou het hele verhaal van hem kul zijn, hè? Dat maakt helemaal niks uit. Want waar het over gaat is mijn beleving. En wat ik beleef is dat ik nogal bekrachtigd word in mijn eigen zijn en in mijn bewustzijn. En, en duizenden mensen met ons. De mails die we krijgen, de gesprekken die we hebben is onwaarschijnlijk krachtig. Het is gewoon prachtig. Ja, op mijn site heb ik een petje dat je kunt kopen. Er staat Martin Vrijland erop. Petje af voor Martin Vrijland. Jullie hebben allemaal heel waardevol onderzoek gedaan in belangrijke dossiers. En ik vind het doodzonde dat het vernieuwingspotentieel wat daarmee aangeboord zou kunnen worden, eigenlijk ondermijnd wordt door het publiceren van zoveel ongefundeerde onzin. Het is eigenlijk gewoon lastig geworden. Maar jullie zijn allemaal welkom hier, dus ik nodig je bij deze uit om hier aan tafel te komen zitten. Onze cijfers zijn openbaar, we kunnen een gesprek hebben van man tot man. Je mag me vragen wat je wil. En dat kan op de camera, dat kan zonder camera. En we stoppen in ieder geval met het publiceren van ongefundeerde onzin. Kritiek is echt perfect. Nodig ook. Dus daar blijf ik je van harte toe uitnodigen om echt kritisch te kijken. En maar hou gewoon op met ongefundeerde onzin te publiceren. Wees een man. Daar neem ik graag mijn petje voor af.